Dit is echt een troepla gewoon geworden. Het past! Oh my god! Super mooi en echt mega handig. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video op het YouTube kanaal van Action Nederland. Mijn naam is Christina en misschien ken je me ook nog wel van mijn eigen YouTube kanaal, namelijk Christina K. En vandaag ga ik iets mega leuks doen. Ik ga namelijk mijn beautyhoekje nog even wat beter organiseren. Misschien heb je mijn vorige beauty organization video hier op dit kanaal gezien. Maar ik ben inmiddels verhuisd en mijn beautyhoekje ziet er best wel hetzelfde uit nog als in de vorige video. Maar ik ga het iets beter fine-tunen en ik ga mijn kastje in de badkamer aanpakken. En ik heb best wel leuke bakken gevonden bij de Action en die heb ik meegenomen in de hoop dat ze passen waar ik ze voor bedoeld heb. Dus in ieder geval heb ik er zin in, ben je benieuwd hoe ik het allemaal ga aanpakken en wat ik allemaal heb gekocht. Blijf daar gezellig even kijken. Doe ook alvast je duimpje omhoog en abonneer ook zeker op het YouTube kanaal van Action Nederland, want dan mis je geen enkele upload en laten we snel gaan beginnen. Oké, ik begin met de items die ik allemaal geshopt heb bij de Action. En ik heb hier toch nog best wel een tas vol, zoals je ziet. En ik begin dan meteen met mijn favoriete aankoop, namelijk de bakken. En dit is hoe ze eruit zien. Wat ik dus heel erg handig vind, is dat ze maar 4,5 centimeter zijn. En als het goed is, passen ze daarom in mijn mini-laadje. Maar die laat ik zo meteen wel even zien. Want ik heb altijd moeite gehad met leuke bakjes voor in de laden te vinden. Omdat de laden zo... Smal? Heet dat smal? Omdat die laden gewoon heel klein zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd of dit erin gaat passen. Ik heb in ieder geval best wel goed vertrouwen in. En ik denk dat ik mijn beautyproducten echt super mooi georganiseerd kan krijgen in de la. Dan heb ik ook nog 3 andere bakjes gevonden. En dat doet me ook heel erg denken aan mijn vorige video. Want toen had ik ook al van die bamboe bakjes gekocht. Waar ik trouwens nog steeds heel erg blij mee ben. Maar deze heb ik voor in mijn badkamerkastje. En ik hoop dat het wel gewoon net zo leuk staat als dat ik het in mijn hoofd heb. Het zijn eigenlijk bakjes voor je kruiden. Ik zie het ook aan de binnenkant dat er kruiden afgebeeld zijn. Ik heb het ook van de keukenafdeling. Maar het leek me heel erg leuk om dit dus in mijn badkamerkastje neer te zetten. En dan bijvoorbeeld wat staafjes in te doen. Of iets van dagcreme en nachtcreme. Want ja, het zit gewoon nu niet zo heel handig in elkaar. En ik heb maar gewoon 3 meegenomen. Want ik dacht, ja, geen idee. Dan, zoals altijd, echt, ik kan nooit de Action verlaten zonder wattenstaafjes en wattenschijfjes. Dus dat heb ik ook maar ingeslagen. Altijd handig om te hebben. Iets anders wat ik ook weer heb ingeslagen zijn deze herbruikbare make-up doekjes. Ik ben de laatste tijd best wel heel heftig bezig met mijn huid. En ik heb dit eens vaker gehad in mijn huis. Maar ik gaf het steeds weg aan mensen. Nou, ik heb er nu nog 1 over. Maar het leek me handig om daar wat meer van in te slaan. Omdat het ook gewoon heel zacht is voor je huid. Om je make-up mee af te halen. Dit is gewoon een hele zachte stof is dat. En dit is hoe het eruit ziet. Ja, dit is zo heerlijk zacht ook gewoon voor je huid. En dat kan je gewoon nat maken en dan kan je hiermee je make-up eraf halen. Dit is sowieso veel beter dan make-up doekjes of wat dan ook. Dit is gewoon lekker zacht voor je huid. En je kan het meerdere keren gebruiken, want daarna kan je hem gewoon in de wasmachine gooien en dan is hij weer schoon. Dan heb ik ook nog micellair water. Ik draag bijvoorbeeld ook heel vaak felle lipsticks. Of ik gebruik soms ook waterproof mascara bijvoorbeeld. En dat is ook best wel lastig om af te halen. Dus daar heb ik nou micellair water ingeslagen. En deze make-up remover. En dit is met olie. Dus dan is het heel chill om hiermee je waterproof mascara eraf te halen. Dan heb ik ook nog een spiegeltje gekocht. Deze leek me super handig omdat hier ledverlichting in zit. Dit is hoe die eruit ziet. Dit is de spiegel. Hij is dus niet heel groot, maar dat wou ik ook niet. Je hebt wel eentje die groter is. En dan kan je hem zo neerzetten. Oh, dit is echt super. Oké, ik heb ook batterijen gekocht. Want ik dacht, volgens mij heb ik dat helemaal niet thuis. En hier gaan 4 batterijen in. We hebben hier aan de voorkant een knopje. En als je die aandrukt, gaan de lampjes aan. Oh, even kijken hoe ik eruit zie. Ik zit vol in het daglicht. Maar ik denk dat dit in de avond dus heel chill is. Dan heb ik nog 2 maskertjes. En dit is een collageen sheet mask.
En dit is een gouden masker met hydrogel voor extra hydratatie. Mega chill, dus dit ga ik binnenkort gebruiken. En ik ben echt helemaal gek op maskers. Dus die twee zijn echt voor hydratatie. Maar ik vind het ook heel fijn om af en toe een klein masker te gebruiken. En dit is gewoon bedoeld voor alle huidtypes. Groene klei met lavender en tea tree oil. Nou, super. En als laatste, dat is echt heel erg, want ik heb het dus al geopend gisteren. Ik ben gisteren bij de winkel geweest. En ik dacht, ik ga mezelf belonen, toch? Want dan ben ik lekker bezig geweest met organiseren en opruimen en dat soort dingen. En ik wil mezelf altijd even belonen met iets. En ik zag dus popcorn. En dat is gewoon van dat magnetron popcorn. Maar goed, ik heb ze dus al beide opengemaakt en ik heb ze gisteren al allebei geproefd. Ik kon niet meer wachten. Dus ik heb mezelf gisteren al beloond. Maar nu moet ik dan vandaag ook nog echt het werk gaan verrichten. Dus vandaag ga ik dit even overslaan. Maar wel super lekker. Ik hou meer van zouten popcorn. Die was ook echt super. Deze salted caramel. Was ik niet echt een heel groot fan van. Maar goed, dat waren dus al mijn aankopen die ik heb gedaan. En dan gaan we nu door naar de organization part van deze video. En ik hoop gewoon dat ik er wat moois van ga maken. Ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Oké, ik heb hier mijn beautykasten staan. En ik heb nog steeds de make-up bakken en de lipsticks nog precies zo. Zoals ik de vorige keer had georganiseerd. En ik ben er nog steeds zo blij mee. Dus dit laat ik mooi zo even staan. En de vorige keer had ik dus deze bamboe bakjes gekocht. Ook nog steeds mega blij mee. Maar ik wil eigenlijk dit laadje even aanpakken. Nou, dit is echt een troepla gewoon geworden. En dit wil ik er allemaal uit, want het past ook allemaal niet. Ik heb hier nog wat zonnebrillen. En ik vind het gewoon echt heel erg onhandig. Dus dit ga ik even anders doen. Oké, dan is dit zo meteen het moment van de waarheid. Het past! Oh my god! Deze zijn misschien ook nog wel handig voor in het kastje van de badkamer. Oké, dus echt mijn dagelijkse favorieten. Producten die ik eigenlijk elke dag gebruik, die wil ik allemaal hier neerleggen. Veel van mijn dagelijkse favorieten heb ik dus hierin. En dat vind ik eigenlijk al helemaal niet handig. Dus dat wil ik graag hierin doen. Ik zat ineens te denken dat het bakje die ik nu over heb eigenlijk best wel handig is om bijvoorbeeld parfum in te doen. Is toch allemaal net even wat meer geordend. En deze twee ga ik misschien zo even in de badkamer gebruiken. En dan laat ik nu aan jullie zien wat het eindresultaat is. Dit zijn echt mijn favoriete producten van nu. Hier heb ik bijvoorbeeld ook lippenbalsems en zo erin zitten. Want die ben ik eigenlijk altijd kwijt door het hele huis. Een beauty spons, want dan gebruik ik het misschien ook even weer wat vaker. Puntenslijpers, super handig allemaal zo bij elkaar. En elastiekjes. En dan de rest is mijn dagelijkse make-up. Dus ik ben echt helemaal blij zo. En dit laadje gaat nu vet makkelijk open en dicht. En dat was dus ook al niet meer het geval omdat hij zo vol zat. Oké, en dan is dit het kastje van mijn badkamer. Nou, zit echt 0,0 orde in. Dus dat ga ik ook even aanpakken. Oké, dan ga ik even kijken hoe dit past. Oh, dit past perfect. Maar ik wil eigenlijk eentje hier. Dan doe ik hier even wat dingen die ik vaak gebruik. Deze had ik nog van Action. Nou, dit vind ik er zo schattig staan. Ik denk dat ik dus nog één ga halen. Want ik vind het eigenlijk, stel je voor, ik zou het zo hebben staan. Dan vind ik dit echt mega leuk. Maar deze wil ik eigenlijk liever zo dicht dat het ook gewoon zeker weten niet nat wordt. En dit is hoe mijn kastje er nu uitziet. Dus echt veel geordender.
Ook heel handig dat ik nu de staafjes en schijfjes hierin heb. Want dit miste ik dus steeds. En moest ik steeds zo om het hoekje lopen. Maar nu heb ik dat hier. Dus eigenlijk ook heel chill. Misschien dat ik daar even een ander bakje voor ga gebruiken ook nog. Maar ik heb het nu in ieder geval even zo. Dit is ook mega chill, want dan heeft het zijn eigen plek en is het dus heel makkelijk om erbij te komen. Ik moest het natuurlijk wel eerst even wassen, maar dit heb ik nu even voor het idee om te laten zien hoe ik het hier heb staan. Make-up reinigers, dit is allemaal super handig op deze manier en dit gebruik ik ook echt dagelijks. Dus ook niet erg als het hier altijd zichtbaar is en dan heb ik de ruimte toch ook nog gebruikt. En dit zijn de producten die ik ook heel vaak gebruik en dan heb ik hier dus nog een lege ruimte. Oeh, en als ik misschien nog meer van dit soort dingen haal, kan ik hier meer ruimte creëren door het nog daarbovenop te doen. Oh, wat goed. Ja, dus ik denk dat ik toch nog een paar van deze bakken erbij ga halen. Ik vind ze ten eerste super mooi en echt mega, mega handig. Dus ik denk dat ik op die manier alles hier ga organiseren. Door nog meer van deze bakjes te halen. Oké, en hier heb ik dus mijn favoriete parfums ingedaan. De spiegel staat ernaast. Dus ook helemaal top. Is toch net even wat meer georganiseerd. Oké, de bandenbakjes waren al mijn favoriete aankoop. Maar nu al helemaal. Ik moet echt gewoon zo snel mogelijk de Action weer in. Om nog wat van die bakjes te halen voordat ze uitverkocht zijn. Want het assortiment bij de Action wisselt natuurlijk super snel. En dingen zijn ook heel snel uitverkocht. Dus ik ga in ieder geval heel snel naar de winkel rennen voordat ze allemaal weg zijn. Om in mijn badkamerkastje nog wat van toe te voegen. Om het allemaal nog wat georganiseerder te krijgen. Ik ben in ieder geval al super blij hoe het er nu uitziet. En het kan alleen nog maar beter worden. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg blij mee. Ik hoop in ieder geval dat je inspiratie hebt opgedaan om ook een hoekje of een beautyhoekje of een badkamerkastje of iets anders te organiseren in je huis. En dat je wat inspiratie en motivatie hebt verzameld door deze video. Laat me in ieder geval in de comments even weten wat jouw favoriete aankoop is van vandaag. En vergeet natuurlijk ook zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal van Action Nederland. En als je het leuk vindt, ook op die van mij, Christina K. Dan was dit de video van vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Doei doei!